Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een De laatste dagen, de laatste weken zie je best wel veel advertenties, reclames kom je tegen op internet, op televisie, om jou te laten beginnen met beleggen. Een van die reclames die ik de laatste tijd veel zie is die van Bucks van Bux Zero terwijl ik zelf dan bijvoorbeeld wil juist de Giro gebruik voor mijn beleggingen. Dus in deze video wil ik deze twee aanbieders met elkaar gaan vergelijken. Wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de juiste verschillen tussen deze twee brokers zodat je kan kiezen voor de juiste broker die bij jou past? Zoals gezegd. Ik heb van beide brokers heb ik een account. Heb ik een link. Dus mocht je zelf ook een account willen openen. Bij bijvoorbeeld de Giro of bij Bug Zero. Maak dan gebruik van de links onder deze video. Want op die manier help je ook het kanaal. En kan ik dus ook dit soort video's blijven maken in de toekomst. En in het geval van Bug Zero krijg je op dit moment een gratis aandeel bij je eerste storting. Dat aandeel heeft een waarde tot 200 euro. Dus dat kan nog wel eens extra interessant zijn. Maar laten we dan gaan kijken. De brokers gaan vergelijken. En te beginnen dan met de tarieven. Want we willen allemaal gaan beleggen om geld te verdienen. We moeten daarvoor rendement maken. Nou, aan de ene kant kan dat door de juiste aandelen te kiezen en die juist veel meer waard worden. Aan de andere kant waar we meer controle over hebben is juist de kosten laag te houden. Want door de kosten laag te houden heb je automatisch uiteindelijk meer rendement over. En groeit je vermogen, dus ook harder op de lange termijn. Dus laten we ten eerste gaan kijken naar de tarieven van BUCZERO. Zero. En BUCZERO Zero adverteert dan met commissievrij beleggen, oftewel zonder transactiekosten. Dat is mogelijk, maar wel onder een paar voorwaarden. Zo wordt je order dus maar één keer per dag verwerkt, namelijk tussen 4 en 5 uur middags. En dat geldt voor Europese aandelen en voor ETF's. Hierdoor kun je niet direct een aandeel kopen. En je krijgt ook nog niet eens de beste prijs, omdat de koers ondertussen ook nog kan veranderen. Wil je dat wel? Nou, dan kun je kiezen voor een order die direct wordt uitgevoerd. Dan kies je dus voor een market order. En dat kost je 1 euro per order. Wederom alleen voor de Europese aandelen en voor de ETF's. Of je kan ook kiezen voor een limietorder. En ook daar geldt een tarief van een euro. En voor het beleggingsplan bij ETF's zijn de kosten wederom 1 euro. En een beleggingsplan houdt eigenlijk in dat je hier een plan kan maken met ETF's die je maandelijk wilt gaan kopen. Dat kun je van tevoren instellen. En Bux voert vervolgens iedere maand dit proces uit. Dus wordt eigenlijk een beetje de aankoop en de verdeling van ETF's voor jou geautomatiseerd. Nou, vervolgens zijn er geen kosten voor het storten of het opnemen van geld, voor het bewaren van geld in je account of voor de real-time koersinformatie, die is allemaal gratis. Waar nog wel kosten zijn, dat zijn zeg maar commissiekosten of valutakosten. Die zien we dan bij de Amerikaanse aandelen. Want daar rekenen ze 0,25% omdat natuurlijk jouw inlaag in euro's is. Het aandeel in dollars wordt gekocht en ja, die verandering van valuta... Daar rekenen zij dus 0,25% voor. Gaan we dan kijken naar de tarieven van de Giro? Want die zijn wat anders ingedeeld. Je kunt hier namelijk niet echt commissievrij beleggen. Tenzij je iets koopt uit de kernselectie. Daar komen we zo nog op. Maar ze zorgen gewoon voor dat ze zeer lage tarieven hanteren. In vergelijking met de concurrenten. En de concurrenten zijn vooral vaak de grotere uh, brokers of de grootbanken. Aandelen op de AX Die beginnen standaard met 2 euro per transactie en 0,03% van het bedrag dat je inlegt. En voor veel andere Europese beurzen is dit 4 euro en 0,03% van je inleg. Amerikaanse aandelen zijn dan juist weer goedkoper. Hier is het startbedrag of het standaardbedrag eigenlijk 50 cent eh, per transactie en je betaalt 0,04 dollar cent per aandeel. Hier, ook hier zijn natuurlijk wel weer valutakosten van toepassing. Want ook hier wordt het van euro's naar dollars omgezet. Maar de Giro rekent daarvoor 0,10%. En vervolgens heeft dus ook de Giro-ETF's. Ze hebben ook daar een selectie van: 200 ETF's. Dat is genaamd de Giro-kernselectie. Deze 200 ETF's die in die selectie zitten. Die kun je dan wel weer kopen zonder transactiekosten als je aan een paar simpele voorwaarden voldoet. Wat er dus wel voor zorgt dat je hier maandelijks ook gratis kunt beleggen, voor wat betreft in ieder geval de transactiekosten. En gaan we de drie dan even met elkaar vergelijken, dan krijgen we een wat beter beeld. En ik hou rekening met drie scenario's wanneer je 100, 250 of 1000 euro inlegt. Maar dan is te zien dat de Giro eigenlijk in alleen het geval van 1000 euro inleg in Amerikaanse aandelen goedkoper is. In de andere gevallen zijn ze 22 tot wel 142 procent duurder dan Bux. Hierbij heb ik dan wel gekeken naar aandelen en niet naar ETS, want die kosten bij Bux 1 euro. En de Giro heeft een selectie van 200 aandelen of uh, ETS, moet ik zeggen, die juist geen transactiekosten hebben. Dus die ETF's heb ik niet meegenomen. En daarnaast is er bij Bux ook nog sprake van een spread, een verschil tussen de koers en waarvoor jij het aandeel koopt. Dat is 0,06 tot 0,08 procent en dat zie je niet in de transactiekosten. Maar in plaats daarvan, uh, stel je koopt een aandeel van 100 euro, dan betaal je voor dat aandeel niet 100 euro, maar 100 euro en 8 cent. En is het dus die kosten zijn verrekend, verwerkt in de, in de... koers van het aandeel. Er komen nog wel trouwens bij de Giro een paar vaste kosten terug. Dat zijn voor de beursaansluitingen. Die bedragen 2,50 euro per beurs per jaar. En dat heeft Bux dan weer niet. Die heb ik dan ook weer niet meegenomen in dat overzicht dat ik net liet zien. Omdat het niet afhankelijk is van het aantal transacties. Maar het is een vast bedrag per, per jaar. En mocht je nou iedere maand in gaan leggen, dan zou je die 2,50 ook kunnen verdelen over het aantal transacties iedere maand. En zou je dus bijvoorbeeld 20 cent extra kunnen rekenen. Trouwens, dat geldt voor alle beurzen behalve de Amsterdam, de AEX. Daar zijn geen beurskosten, worden daar gerekend. Dus alleen op basis van de kosten, dan is bug zero interessanter. En zoals gezegd, op dit moment hebben ze ook nog een actie, dat mocht je een account openen en je eerste storting doen, je een gratis aandeel ontvangt en dat aandeel kan dus 200 euro waard zijn. Dus maak gebruik van de link onder de video. Om een account te openen en dat gratis aandeel te ontvangen. Maar laten we ook even gaan kijken naar het aanbod. Want de tarieven zijn natuurlijk heel erg belangrijk. Maar het aanbod is eigenlijk zeker zo belangrijk. Want je kunt wel ergens heel goedkope tarieven hebben. Of misschien zelfs al iets gratis kunnen kopen. Maar als vervolgens het aanbod niet zo breed is. En zij niet het product hebben. Niet het aandeel hebben in dit geval. Waar je naar op zoek bent. Dan maakt het eigenlijk niet uit dat het gratis is. Want dan kun je het alsnog niet krijgen. Dus het is eigenlijk een combinatie van. Tarieven aan de ene kant en het productaanbod aan de andere kant, dat ervoor zorgt dat het eigenlijk een groot verschil maakt voor welke broker je misschien wel gaat kiezen. Laten we dan eerst dan even de aandelen bij Buxiro bekijken. We zien een uitgebreid aanbod van Nederlandse aandelen. We zien ook heel veel Amerikaanse aandelen voorbij komen en verschillende Europese landen zoals Oostenrijk, Duitsland, België en Frankrijk. Maar het aanbod is niet zo uitgebreid als bij de Giro. Die bieden ten eerste meer landen, of eigenlijk alle landen uit Europa aan. En ook veel meer aandelen uit Amerika. De Giro biedt namelijk uh, aandelen aan op 50 beurzen in 30 landen. Kijken we dan naar de lijst van ETF's, dan zien we 34 ETF's staan bij Buxero. Zero. Hier zien we niet VWRL van Vanguard, maar wel het alternatief van Lixor. Wat we wel van Vanguard zien staan, is FUSA, de SP 500 ETF van Vanguard. Maar het aanbod is zoals gezegd beperkter dan bij de Giro. Hier, Bux heeft 34 ETF's. De Giro heeft dus al 200 ETF's in hun kernselectie zitten. En dat betekent dat je dus iedere maand die ETF kunt kopen zonder transactiekosten. Ik heb daar trouwens al eerder een video over gemaakt. Ik zal hem hierboven in de hoek even vermelden. En ook zeker onder de video een linkje naar plaatsen. En behalve die ETF's die in de kernselectie zitten, heeft de Giro nog veel meer ETF's. Dus dat is eigenlijk nog buiten de kernselectie om. Nog een breder aanbod. Dus daarmee is het aanbod van zowel aandelen als ETF's bij de Giro veel uitgebreider dan bij Bug Zero. En dan wil ik tenslotte nog even gaan kijken naar het gebruiksgemak. Dus hoe werkt de website en de app? Want dat zijn eigenlijk de plekken waar je veel tijd doorbrengt om aankopen te doen, om aandelen te verkopen of in ieder geval om je beleggingen te beheren. Dus het is wel zo fijn als dat overzichtelijk is en fijn werkt. Laten we dan beginnen met de website van Bug Zero. Nou, de website is een echte marketingtool. Je vindt er veel informatie over het product, ook wel redelijk wat informatie over beleggen in het algemeen. Maar het is niet mogelijk om te, ja, eigenlijk je beleggingen te doen via de website. Daarvoor moet je dus echt de app gaan gebruiken. Op zich misschien wel logisch, want ze richten zich vooral op jongeren. En via de app is ook alles goed te regelen. Je hebt wel overzicht, alleen persoonlijk vind ik dat je op een klein scherm ooit net wat informatie mist. of iets minder overzicht hebt dan wanneer je een website zou bezoeken. Laten we vervolgens even gaan kijken naar de app van Bugs. Nou, als je de app opent, kom je direct in je portfolio tegen. Je ziet dat ik 95, bijna 96 euro in mijn portfolio heb staan. En hieronder zie je de posities die ik heb. Ik heb niet heel veel posities, niet heel veel geld erin staan. Um, ik heb, ja, zoals gezegd, ik heb een account, maar ik gebruik het persoonlijk niet zo vaak. Nu staat nog alles op vandaag, als je op vandaag klikt zie je totale rendement, sommige aandelen doen het goed, Fugro doet het een stuk minder, dat is gehalveerd, maar dat is wel een aandeel dat ik ooit gratis gekregen heb. Gaan we dan onderin kijken, de tweede tabblad, dat is je watchlist, dat zijn zeg maar je favorieten. Het derde tabblad is zeg maar discover, dus hier kun je in dit geval makkelijk de Amerikaanse aandelen zien. Ik zal die even open klikken en dan heb je een beetje een idee van welke Amerikaanse aandelen er zijn dit zijn wel de grote bekende namen gaan we terug dan kun je ook snel naar de ETF's naar dividend aandelen of naar nieuwe producten we zien een overzicht van stijgers en dalers al is dat niet vaak het beste om die te kiezen omdat een aandeel vandaag stijgt Ik wil niet zeggen dat het een goed aandeel is om te kopen en we zien hieronder ook de landen. Dus je kunt ook per land kijken, bijvoorbeeld België. Dan zie je hier alle Belgische aandelen die te verkrijgen zijn via Bugzero. En tenslotte, wat wel makkelijk is, en echt ook iets wat bij Discover hoort, is: je kunt hier de categorieën vinden. Dus op die manier kun je makkelijk um, ja, snel aandelen binnen een bepaalde sector vinden. Dus stel, je denkt: oh, reizen, dat is echt iets wat de komende tijd uh, goed gaat presteren. Dan klik je daarop en dan zie je heel veel, uh, eigenlijk heel veel aandelen die hier allemaal met reizen te maken hebben en waar jij dus snel bijvoorbeeld het hilton kunt aanklikken om te kijken wat het aandeel heeft gedaan en je kunt een beetje hieronder de statistieken bekijken van het aandeel om eventueel te beslissen om een aandeel dus te kopen. Het is dus allemaal wel overzichtelijk maar het is niet per se heel uitgebreid en ik denk ook daar kun je goed zien dat bug zero zich vooral op jongeren of in ieder geval beginnende beleggers richt en dit is wel de informatie die een beginnende belegger nodig heeft maar niet meer dan dat en dat geeft ook vooral rust als je beginner bent. Laten we dan gaan kijken naar de website van de Giro. Want behalve een marketingtool is de website van de Giro ook een tool voor jouw beleggingen. Je vindt er wederom heel veel informatie over de producten en ook over beleggen. En je kunt ook inloggen in je portfolio en alles uitgebreid bekijken. Je vindt hier veel informatie over een aandeel, over de koers. En je kunt ook heel uitgebreide rapporten bekijken. Dus op deze manier krijg je gewoon veel meer inzicht in, de, in je portfolio en vooral ook de ontwikkeling van je portfolio. Kijken we dan vervolgens naar de app van de Giro. Nou, als we die openen zien we automatisch de markt. Dan krijgen we een overzicht van hoe verschillende beurzen op dit moment presteren. De AX staat net in de plus. Uh, Amerikaanse beurzen zoals de USA 500, de SP 500 staat net in de min. Hier, ook hier hebben we verschillende favorieten. Um, dan kan ik wel zeggen dat er een paar van uit kunnen, maar dat maakt niet uit. Dan heb je hebt in ieder geval een beeld van welke ik ooit bij mijn favoriet heb gezet. En hier zien we het portfolio. Dit zijn de aandelen die ik op dit moment heb. En hier zien we rechts het dagtotaal. Dus we krijgen een overzicht en je ziet precies hoe elk aandeel op dit moment heeft gepresteerd. Dat is op zich wel een beetje, komt overeen met wat we bij, uh, bij Bug Zero zagen. Maar laten we nu een aandeel openklikken. Dan zien we ten eerste alles over mijn aankoop, hoeveel winst ik heb, ongerealiseerd, hoeveel valuta. Maar we kunnen ook pro productdetails bekijken. Dan krijgen we ook wederom een koers, ook dat zagen we. Maar hier zien we een tabblad met financiële gegevens. Dus ook hier kun je veel meer informatie over een aandeel vinden. Je kunt kijken wat de omzet heeft gedaan, wat de winst is geweest van dit aandeel. Je kunt best wel veel cijfers en, um, en ook ratios bekijken. wil niet zeggen dat je hier nu vaak hier moet beslissen. Ik zou het onderzoek op een andere plek doen, maar als je ooit snel even op zoek bent naar deze informatie is die wel snel te vinden via de app van de Giro dus. En tenslotte zul je ook onderaan in beeld zien overzichten en hier kun je heel veel transacties, je rekeningoverzicht krijgen, je kunt ook informatie wederom downloaden, zeker ook als je via de computer werkt. En op die manier krijg je dus ook in het verleden een veel beter overzicht in hoe jouw beleggingen ervoor hebben gestaan, hoe het zich heeft ontwikkeld. Dus maken we een samenvatting van deze video. Te beginnen met de tarieven. Nou, puur op de tarieven gekeken, dan is Buxiro goedkoper. Zeker als je een beginnende belegger bent. Dat maakt het eigenlijk ook heel uh, laagdrempelig, juist heel aantrekkelijk om te beginnen met beleggen. Juist misschien wel als je kunt kiezen. Voor het commissievrije beleggen, dan koop je niet direct het aandeel, maar het maakt het wel interessant. Ik zou zelf niet voor die optie kiezen. Ik heb liever iets meer controle over het tijdstip of de koers van de aankoop en dat heb je bij dat commissievrij beleggen niet. Maar voor beginnende beleggers kun je wel ervaring opdoen en in ieder geval een eerste stap maken. Zodra je iets meer actief hiermee bezig bent, je vindt het misschien wel leuk, je wil... Ja, beleggingen uitbreiden, dan is denk ik de Giro een betere keuze omdat zij ten eerste meer producten, dus meer aandelen, meer ETF's aanbieden. Ook bij die ETF's kun je trouwens kiezen voor gratis ETF's, dus je hoeft niet per se kosten te maken. Dus ook dat is wel interessant, maar het platform zelf, je hebt meer keuze, het is uitgebreider en zeker ook bij grotere bedragen zal het op een gegeven moment wel zo zijn dat zeker bij de Amerikaanse aandelen je bij grotere bedragen goedkoper uit bent dan bij Buxero, juist vanwege die valutakosten die ze rekenen, die eigenlijk relatief hoog zijn. Dus bij Buxero, maar dat is dus in een specifieke situatie voor beginners, zal Buxero interessant zijn voor iets gevorderde of iemand die per se alleen maar met ets bezig is dan kan juist de giro heel erg interessant zijn maar ik denk vooral dat de giro je um, als je meer bezig bent je meer overzicht geeft veel meer informatie uh, veel meer informatie over een aandeel, maar ook zeker over je eigen posities, over je portfolio. En dat vind ik persoonlijk in ieder geval heel erg interessant. En ook fijn om bij te houden, ook altijd weer om terug te kunnen kijken van waar kom ik vandaan. En kijken hoe ik ooit begonnen ben. En ik denk daarom dat ook de verschillen heel erg goed te verklaren zijn. Ze richten zich vooral op een andere doelgroep. Bux, zoals gezegd, richt zich veel meer op de beginnende, op de jongeren. Uh, diegene willen gaan beginnen met beleggen. Dat is ook logisch dat ze daarom alleen een app aanbieden. Uh, de Giro is eigenlijk vooral. Die ja, concurreert vooral met de grote banken, de grote brokers, hebben een breder aanbod. Um, zijn niet per se op beginnende beleggers ingericht. Maar het is wel interessant voor ze, juist vanwege die kernselectie. Dus ook als je daarmee bezig bent, vooral met ETF's, kan de Giro juist interessant zijn. Dus kijk even welke van deze twee brokers het beste bij jou past. Misschien kun je ze zelfs ook allebei gebruiken als je een bepaalde aantal tactieken toepast. Dus ik denk daar dus ook vooral over na. Maar in ieder geval, dat is mijn mening en hoe ik tegen deze twee brokers aankijk... En wil je nou zelf een kijkje nemen, misschien wil je nog meer informatie vinden, misschien wil je een account openen bij één van deze twee brokers of dus bij allebei, nou maak dan dus gebruik van de link onder deze video. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Hopelijk heeft het je geholpen, heeft het je iets meer duidelijkheid gegeven en kun je op deze manier dus kiezen voor de juiste broker die beste bij jou past. Vond je het een leuke interessante video, geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer van dit soort video's zien en ben je nog niet geabonneerd op het kanaal, klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.